Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Ik wist niet dat het nog zo ver zou zijn, Asinus. Maar hier in de buurt moet het toch wezen waar ze Johannes de Doper gevangen gezet hebben. Wat zei die soldaat nou ook weer? Een moeilijke naam had die gevangenis. Nee, het was een vesting, geloof ik. Vlakbij het paleis van koning Herodes Antipas. Stom nou toch dat ik niet eerst aan Johannes gevraagd heb waar Jezus is. Ja. Je bent moe, hè? Al die puntige stenen. Wat zal dat zeer doen aan je voeten? Laat eens kijken hoe het met je hoeven is. Het doe nou even. Het is voor je eigen bestwil. Ze zien er erg goed uit, Asinus. Het is net of je al die jaren op stal hebt gestaan. Ja, daar heb je schrik om, hè? Zie je wat? Hou, loop, Asinus. Rover? Hé, hey, Izar. Oh, Gilead. Ik schrok me naar. Mijn Asinus had je al herkend. Ja, je hebt een slim ezeltje, Izar. Je moet wat vaker naar hem luisteren. Doe maar, krijg ik nog op mijn kop. Het is maar een grapje. Maar vertel eens, wat doe jij bij de Dode Zee? Toen ik je de laatste keer zag, zou je naar Jericho gaan. Dat klopt. Ik was toen op weg naar Johannes de Doper. En ik heb hem gevonden. Maar voor ik hem kon vragen waar Jezus is, werd hij gevangen genomen. Door de soldaten van Herodes Antipas. Hij moet hier in de buurt zijn. Toch niet in de vesting Magirus? Ja, dat was het. Magirus. Dat is niet zo mooi. Het gezegde gaat, wie in Magirus gevangen gezet wordt, behoort niet lang meer tot de levende. Zouden ze hem dan toch doodmaken? Zoals Bartimeus zei. Maar ik moet hem spreken, Gilead. Tja. Ik weet er wel iets op. Maar ja, je bent tenslotte nog maar een kind. Wat zou dat? Ik weet niet of ik je daaraan mag wagen, Izar. Kijk, een poosje geleden heb ik zelf ook in die vesting gevangen gezeten. Maar ik ben ontsnapt. Er is namelijk een geheime gang. Tenminste, die was er. Ik weet natuurlijk niet of die gang intussen is ontdekt en afgesloten. Durf je dan? Ik wel. Het moet. Thank you.
verlamden kunnen lopen, zieken worden genezen. En doven kunnen weer horen. Wat een nieuws. Wat een prachtig nieuws. Johannes. Isar. Nee, maar. Ik ben zo blij dat je nog leeft, Johannes. Ik zal eeuwig leven, Isar. Ook al zou je Godes me vermoorden. Vermoorden? Beloof me dat je je om mij geen zorgen maakt. Jij hebt belangrijker werk te doen. Jij zoekt Jezus. Ja. En je zult hem vinden. Hij is nu in Galilea. Luister maar goed naar de mensen die je tegenkomt. Want iedereen praat over hem. Zijn volgelingen hebben me laten weten dat hij wonderen doet. Blinden kunnen weer zien. Ga nou maar gauw. In Galilea dus. Ja, dag Johannes. Die mij dansen. Salome, Salome is het mooiste meisje van het land. Salome. Zo mooi heb ik nog nooit iemand zien dansen. Kom eens hier. Wat wil jij van mij hebben? Nou, wat je vraagt zul je krijgen, al is het de helft van mijn koninkrijk. Weet je zelf niet wat je hebben wilt? Moet je naar je moeder om haar, om jou te helpen? Herodes, ik weet het. Vertel het maar. Wat zal het zijn? Goud, juwelen? Nee, ik wil het hoofd van Johannes de Doper. Wat? Het hoofd van Johannes de Doper. Maar. Dat is toch geen kwaaie kerel. Ik laat hem nog wel eens hier brengen. Hij kan de dingen zo mooi zeggen. Goed. Ik heb beloofd dat je zou krijgen wat je van me zou vragen. Ja. Soldaten! We moeten maken dat we wegkomen. De soldaten komen hier langs. Johannes de Doper, in opdracht van Herodes Antipas moeten wij u onthoofden. Doe uw plicht. Spijt me, Isar. Als ik dat geweten had. Maar hoe kon ik dat weten, Isar? Kom, kleine jongen. Kom, we moeten weg. Voor zonsontdekking.
Niemand heeft ons gezien, Isar. Daar zijn we goed vanaf gekomen. Maar Johannes niet? Nee, Johannes niet. Zo is het leven nou eenmaal, Isar. Wreed en gemeen, je zult eraan moeten wennen. Nee, daar zal ik nooit aan wennen. Zo, Azinus, ouwe jongen. Je vriendje is verdrietig. Je moet maar goed op hem passen. Goeie reis, Isar. Dankjewel, Gilead. En nog wel bedankt. Laat maar. Ik hoop dat je Jezus gauw vindt, dan is je verdriet voorbij. Ja. In Galilea. Ons eerste programma na het journaal van 7 uur is Bullseye.